We gaan van 1 voor de money, 2 voor de hoes, 3 voor de weed, 4 voor de fleet, 5 voor mijn niggas op de grind. Midden in het centrum van Rotterdam zit de nieuwe Butcher Boy. Voorheen nog bekend als Go Britain, maar het was tijd voor een nieuw jasje. Ja, ja! De aparte formule die we hadden met Britain was een beetje afgekalfd. Nou, met de Butcher Boy, de eerste kledingsupermarkt van Nederland. We hebben een groot podium hebben gebouwd. En elke weekend, de zaterdagen, de zondagen, treden er lokale Rotterdammers, lokale heroes, die treden hierop. Als een soort idolsachtige toestand. Kun jij goed gitaar spelen, rappen, breakdansen, enzovoort, enzovoort. Dan kun jij je opgeven hier en dan kun jij een hele dag kun jij hier je performance geven op het podium. Dan moet je voorstellen, je treedt een kwartiertje op, daarna ga je een kwartiertje weg, dan gaan de mensen weer verder met winkelen. En daarna geef je weer een voorstelling. Voor hun een podium om bekend te raken en voor ons een leuke invulling om elk weekend gewoon andere local heroes, artiesten, mensen die iets kunnen van breakdancers, zangers enzovoort, hun performance te laten geven. En dat geeft een enorm leuke sfeer in de winkel die elk weekend weer anders is. Was het toch een vibe? Ik heb gewoon mijn ding gedaan en ja, het is een toffe winkel, dus uiteindelijk is het toch gewoon hip-hop. Voelt het toch zeg maar als hip-hop en voelt het gewoon als een, ja, goed gewoon. Het vriesvak wordt niet echt gekoeld, maar de kleding die er ligt, die wordt wel zorgvuldig gekozen door een groep spraakmakende Rotterdammers. Ik zit nu in Butcher Bias Club. Dat is gewoon een groep jongeren die eigenlijk kunnen beslissen wat wel in de winkel komt en wat niet. En ja, ik ben gewoon naar één daarvan. Gewoon. Ik kijk eigenlijk eerder naar mezelf. Ik kijk hoe ik zelf deed, wat mij prettig voelt. En dat is voor mij gewoon wat ik tof vind, weet je. Heb Bondi, Team Visa, tot de Mad Gang, luchtmacht, vliegtuig, brillenpak. De bezoekers wennen in ieder geval snel aan deze manier van winkelen. Dat lijkt wel awesome. Ik wist nog niet eens dat kon. Dus ik ben benieuwd wat het wordt. Ga je terugkomen? Ja, dat zeker. Echt een hele goede concept. Echt waar. Serieus. Echt goed. Ga je die je nu aan hebt, ga je ze kopen? Nee, niet deze. Andere kleur. Oké. Okay. Passen. Zo moeten passen. Het is gewoon compleet nieuw winkelen. Je kan niet chillen, je kan niet meer doen. Je kan hier op de webshop, je kan hier even Facebook checken. Je kan hier alles doen. Het is meer dan alleen winkelen en het is meer dan alleen een winkel. Het is echt een gebeurtenis, een belevenis. Dus dat maakt wel iets unieks, ja.